heb dus precies hetzelfde gevonden. Namelijk deze. Nou, zo valt het natuurlijk niet, maar zo. Besloot zeg maar te stijgen en te bokken de hele tijd. Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb allereerst iets heel leuks om te laten zien. Ik heb namelijk een nieuwe samenwerking met een heel leuk bedrijf met die supplementen verkopen. En niet zomaar supplementen, maar supplementen gemaakt van hennepplanten. En nee, het is geen echt drugs. Alle illegale dingen zijn eruit gehaald, zeg maar. Maar ze gebruiken de andere, zeg maar, de overblijfselen van hennepplanten. Dit is lijnzetolie. Moksalf. Die ik zelf iets minder ga gebruiken, denk ik. Maar wel handig. CBD-olie. Oh ja, joh. Lop maakt gelijk een dikke chaos van op de achtergrond. Ja. CBD-olie, waarbij je paard wat rustiger wordt. Dus dat is voor op de trailer bijvoorbeeld wel heel erg fijn. Dat hebben ze dan ook in hennepzaad. Dat zijn een soort snoepjes. In ieder geval ook wel groot. Dus een beetje snoepjesachtig. En ze hebben het dan ook in pallets. En die zijn dus wat kleiner. Dus wat meer brokjesformaat. Of meer bixformaat. Dus ja, ik ben er mega benieuwd naar. Ga het allemaal een beetje uittesten de komende tijd. Ik zal je er ook een beetje in meenemen. Dan gaan we iets heel leuks doen. Ik heb namelijk al een hele tijd. Ik heb natuurlijk een Silky Peen. Hier zie je hem. En mega blij met die Silky. Daar niks van. Alleen ik was een beetje op zoek naar iets waar ik mijn spullen in kan bewaren. Want je hebt toch van die tasje voor achter je Silky op een stoel. Maar ik vind dat zelf iets minder mooi. Plus, dan, ik zit natuurlijk op een stoel. Ja, dan moet ik elke keer zo achter me gaan graaien. Dat vind ik ook niet handig. En ik zit dan in de Peen groep. Dat is allemaal met andere manners die ook een Peen Silky hebben. En iemand stuurde daar een super handige tip in. Die zei, je hebt van die fietstasjes. Deze. Waar dan aan één kant je hem vast kan zetten. Maar als je aan de andere kant klittenband maakt. Dan kan je hem gewoon precies tussen je voorkant zetten. Want ik heb daar zo'n opening. Dus ik dacht, oh, dat vind ik super leuk. Alleen op bol.com vond ik ze best wel prijzig. Plus ik wilde het natuurlijk in het roze. Dus ik ging even AliExpress afspeuren. En ik heb dus precies hetzelfde gevonden. Namelijk deze. In het roze. Voor 4 euro nog wat. Ik zal het linkje wel in de beschrijving zetten. En zoals je ziet, aan één kant kan je hem dus vastzetten. Want normaal gesproken zit je hem natuurlijk op het stuur van je fiets zo vast. Dus ik ga aan deze kant klittenband vastmaken. Ik denk, neem ik je even daarin mee. En dan gaan we natuurlijk ook even kijken en uittesten of het inderdaad ook wel werkt. Want dan moet het natuurlijk wel blijven hangen. Dus, en dan kan ik gewoon al mijn gereedschap. Want je wilt natuurlijk als je onderweg bent eigenlijk altijd gereedschap mee hebben. Dan mocht er iets gebeuren dat je je kar kan maken. Kan er allemaal mooi hierin. Dus laten we dat even gaan DIY'en. Kijk, hier heb ik eentje vast. En dan zet ik nu eronderop nog eentje vast. En dan natuurlijk de andere kant, zodat hij dan zo rond erop kan plakken. Dus ja, dat gaat best goed. Het is best wel zwaar, omdat natuurlijk officieel is het waterdicht. Nu natuurlijk niet meer, want ik heb er 20.000 gaten in geprikt. Maar we moeten wel een stevige naald in voor hebben. Maar ik denk wel dat het goed werkt. Dus laten we de andere gaan doen. Oké, die zit er nu op. Dus in principe kan je nu zo de vastmaken. Dan moet het einde denk ik wel wat ingekort hoor. Maar kijk, denk je zo. En dan moet hier er nu nog eentje. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En op stal kan ik hem dan eventueel nog wat kort opknippen. Want volgens mij zijn ze niet zo heel dik, die stangen die ik heb. Dus, maar dat kan altijd nog. Dus ik neem liever iets te lang dan te kort. Dus dat gaan we nu daar doen.
Die heb ik intussen ook. Dus nu hebben we er twee die we vast kunnen zetten. En ik wil dan nog wat doen. Hierboven is het namelijk zo'n doorzichtig vakje. En daar past mijn telefoon in. Alleen normaal gesproken, als je natuurlijk op de fiets ophangt, gaat die zo. Dus dan valt je telefoon erop niet hebben. Bij mij zit het natuurlijk straks zo. En dit is gewoon open. Dus dan gaat gegarandeerd mijn telefoon eruit vallen. Dus ik dacht, als ik hier nou ook een klein klittermandje zo maak. Oh echt? Dan gaat hij in ieder geval er niet zomaar uitvallen. Dus dat, laten we dat ook eventjes doen. Zo, kijk, die zit vast. Dus nu kan dit gewoon open. Ik kan de telefoon erin en ik kan niet dicht. Dus we gaan even de ultieme test doen. Even mijn telefoon erin doen. En dan kunnen we kijken of je echt blijft zitten. Telefoon erin. Nou, zo valt hij natuurlijk niet. Maar zo. Nee, hij gaat er echt niet meer uit, jongens. Kijk. Ah. Dus dan kan ik ook gewoon zo. En als ik dan, weet ik veel wat, een keer routebeschrijving of iets wil meten. Dan kan ik gewoon, want hierdoor kan je gewoon met je touchscreen. Dus dan kan je gewoon ondertussen op je telefoon zitten. Terwijl je wel gewoon lekker je handen verder gewoon goed hebt. Dus dat je hem niet je telefoon in je handen hebt. Dus ja, laten we naar school gaan en we gaan testen. Ik ben heel erg benieuwd of het werkt. En of het goed blijft zitten. En of het niet heel veel lawaai gaat maken de hele tijd. Want je hoort natuurlijk nu wel een beetje. Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Dus laten we naar stal gaan. Nou, ik heb nog even de lamoenen recht gehangen. Want de ene hing net iets meer naar buiten dan de ander. Dus dat hangt nu helemaal perfect. En nu gaan we dat tasje doen. En kijk, hij past echt perfect. Kijk, dit is dus dat gedeelte. En ja, hij lijkt niet te passen, maar omdat dit een beetje uitsteekt. Maar hij past hier zo. Tadaa! Dus gaan we hem even vastzetten. Oké, let's see. Zo, open. Wauw. Ik vind het helemaal pretty. Kijk hoe cute. Ja, hij is hard, maar hier is hij. Roze. Nou. Het past ook echt perfect met de kleur van de car. Ik vind het helemaal fancy. Alleen die moet dan nog even in een apart tasje, want dat gaat niet passen. Maar dan past ze er ook wel in. Top! Zo, dat was mijn ritje wel, hè Lou? Oh, ik heb echt niks kunnen filmen. Ja, een heel klein stukje. Want iemand besloot, zeg maar, te stijgen en te bokken de hele tijd. Dus ik had mijn handen vol vandaag. En ik denk echt... kwartier, 20 minuten rondjes stappen en draven aan de hand. En kon ik eigenlijk er pas echt op. In ieder geval dat het veilig genoeg was om te stappen. Daar hebben we nog wel goed gereden hoor. Maar ze bleef wel heel waaks. Dus dan ga ik niet mijn telefoon erbij pakken. Nee, dat leek me niet handig. Dan is ze weer lekker de dekentje op. Nog even aan het spelen met haar ding. En dan mag ze zo lekker op de pedalhok. Dus dat gaan we even doen. Maar het ding werkt verder wel. Dus dat is top. Ik heb alleen hem nu dus echt niet heel erg verder kunnen uittesten. Maar ik had gewoon gereedschap erin. En ik had er eigenlijk geen last van qua geluid en zo. Dus gewoon natuurlijk prima. Ben je wel tevreden? Dus echt een aanrader. Doe het ook. Ik zie jullie thuis zo nog wel even. En toen was ik natuurlijk weer eens vergeten om een outro op te nemen. Dus het is nu ongeveer een week later. Ik heb hem niet weer gebruikt. In ieder geval, ik heb hem niet meer gemend. Dus ik moet sowieso eigenlijk weer wat vaker mennen. Maar maakt niet uit. Ik ben dus wel echt mega tevreden met dat tasje. Hij is echt heel erg fijn. Dus
Mocht je hem ook willen, ik zet het linkje hier in de beschrijving, niet gesponsord uiteraard. Ik hoop ook dat het linkje nog werkt, want op AliExpress verdwijnen producten heel vaak. Dus ik ga mijn best voor jullie doen. Maar ja, het is dus zeker een aanrader, dus moet je zeker doen als je ook de pin hebt of een andere silky waarbij je ook zoiets hebt. Want het is wel echt mega chill. Het is officieel dus ook een koeltasje. Dus het houdt in principe ook je drinken lekker koud. Dus dat is ook wel fijn om te weten misschien. Niet dat ik hem daar nou echt heel erg voor gebruik. En nog eventjes over Natural Horse Hemp met alle producten. Ik heb daar intussen ook een linkje van waarmee jullie kunnen bestellen. En met de code LUNA10 krijg je dan ook 10% korting. Ik moet het zelf ook nog uittesten. Dus maar mocht je nu zeggen ik ben echt wel mega nieuwsgierig en ik wil het zelf ook gaan uittesten. Dan kan je hem dus daarmee al bestellen. Dus die staat ook in de beschrijving. Dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je volgende week weer met een nieuwe video. Doei doei!